Als iedereen in Nederland een feestje heeft, moet jij werken. Ik ben nu bezig met tapasplanken maken. Daar doen wij verschillende dingen op. Daar bijvoorbeeld venkel, salami, achterhand. De 27-jarige Tom heeft meegedaan aan het project Talent in de Keuken. Kandidaten die voorheen moeite hadden om een baan te vinden, werden zo versneld opgeleid tot basiskok. Het idee komt van werkbedrijf Rijk van Nijmegen en het UWV. Er was een heel groot tekort in deze regio aan koks, vooral basiskoks. En toen hebben wij bedacht, zullen wij samen met werkgevers in deze regio een opleiding op gaan zetten om in deze vraag te voorzien? Nou, ik zocht eigenlijk iets anders. Ik zat eerst, deed ik biologisch en medisch laboratoriumkunde. En toen ben ik daarmee gestopt. Ben ik eigenlijk als bezigheidstherapie in de keuken gaan werken. En ik dacht van ja, ik vind het zo leuk. Ik wil hier mijn werk van maken. En een kans op een baan voor Tom is groot. Want de horeca schreeuwt om personeel. Er zijn restaurants gewoon niet iedere dag open, omdat ze niet voldoende personeel in de keuken hebben. Werken in horeca is zwaar werk. Je moet avonddiensten draaien, je moet weekenddiensten draaien. Als iedereen in Nederland een feestje heeft, moet jij werken. Dat is niet zo aantrekkelijk. Wat ik inderdaad merk is inderdaad op de zaterdagen, zondagen, dan werk ik meestal. Ja. Dat zijn meestal de plekken wanneer mensen juist vrij hebben. Het avondwerken vind ik niet moeilijk. Ik sta liever dat ik om 11 uur of 12 uur 's middags begin en dat ik dan om 10 uur door moet dan dat ik om 9 uur 's ochtends moet beginnen. Dat vind ik veel erger. Daar heb ik ook helemaal niks mee. Dus het is ook iets, waar je van moet houden, denk ik ook. Tom is niet de enige die het niet erg vindt om op onregelmatige tijden in de keuken te staan. Zo'n 14 andere koks hebben in anderhalf jaar tijd een niveau 2 koksopleiding gedaan en dinsdag een diploma gekregen. Een groot deel van de kandidaten gaat hierna niveau 3 doen en de anderen die blijven als basiskok werken. Ja, wat ik de afgelopen tijd vooral geleerd heb, denk ik, is toch hard doorwerken. Je moet toch wel de tempo omhoog brengen, want je hebt momenten waar je rust hebt, je hebt momenten waar je echt in één keer moet knallen, dan moet je opeens een diner voor 80 man. En dan moet dat eruit en dan moet je zorgen dat de eerste mensen geen goud bord hebben wanneer de laatste mensen een bord krijgen.